Jesper Nijhuis, die komt van de stad van de trappen af bij de start. En dan moet hij de start laten aan de twee thuisrijders. Ook Jansen die laat hem dan te kijken zetten in zijn bocht. En dan heeft hij de kopstart. Maar dan rijdt hij een ruime lijn en moet hij aansluiten op de plek van de auto. Vooraan is het een Schulte. Nog een Schulte op dit moment op de positie. Niet voor Kessel voorbij. En gaan we kijken naar Jansen. Kan hij daar naar buiten opkomen? Kan hij nog doorschuiven naar de eerste positie? Gaat de hele strijd volgen daar. En wie komt er dan als eerste uit? Dat is toch Spolder die daar die goede lijn heeft. En ook als eerste daar de laatste stuk op gaat. Jans op 2, Paquet op 3. Maar overwinning, die gaat naar 1 van de 73. Jochem Spolder.